Ja, ik heb eigenlijk dan twee manieren van werken, inderdaad. Het ene zou je kunnen noemen dat het een luik van spontaniteit is. Omdat het, ja, dan leg ik iets op de vloer, een paneel, en daar schilder ik dan gewoon iets op. En dan kies ik wel de kleuren natuurlijk uit. En ik heb daar heel veel ervaring in opgedaan de afgelopen jaren. Dus ik weet heel goed wat ik doe, denk ik dan, qua kleur. Maar voor de rest is het echt zonder enig plan. Dan maak ik gewoon wat en dan kijk ik daarna of het goed is of niet. En dat selectieproces is heel belangrijk. Maar de afgelopen tijd had ik zoiets van dat weer een beperking werd. Die vrijheid was bijna een beperking. Dus daar ben ik dan weer foto's bij gaan pakken. En hierachter, dat is een foto geweest als voorbeeld uit Australië, die we gemaakt hebben bij een beek, een rivier. Met gigantische stenen erin en mooi groot gras. En het was heel sprookjesachtig daar. Ik heb nog nooit zoiets gezien eigenlijk. De titel van dit schilderij wordt Land of Fools and Lovers. Dat is ook de titel van mijn tentoonstelling, de solo-tentoonstelling. Ja, Land of Fools. Eigenlijk het niet weten zit in de fool. Dwaas. We zijn allemaal een beetje dwazen. En lovers, dat gaat over die intimiteit die ik zoek met de omgeving eigenlijk om me heen. Ja, leeft het of leeft het niet? Blijft het prikkelen? Blijft het boeiend voor? En daarmee ook van, blijft het je verbazen? Als het in één keer te snappen is, vind ik het saai. Dan denk ik, ja, dan kan ik ook iets heel anders maken. En dan, ja, ik weet niet, ergens moet het die verwarring oproepen en dat ook houden. Ja, daar gaat het eigenlijk gewoon een beetje over.